Ons document heeft nu nog steeds geen trefwoordregister of een index en dat gaan we nu nog opmaken. Ook dat gaan we uiteraard automatisch laten verwerkt worden. Dus wat hebben we nodig? We hebben natuurlijk een aantal woorden nodig die in onze index of in ons trefwoordregister zouden moeten geplaatst worden. Voor degene die niet dadelijk een beeld heeft van wat zo'n index is. Meestal heb je achteraan van een boek, of vaak heb je achteraan van een boek, een meestal alfabetische trefwoordenlijst. Waarin het eenvoudig dan kan zoeken waar of op welke pagina dat woord gevonden wordt in het document. En dit gaan we in ons document ook aanmaken. Dan heb ik natuurlijk een aantal trefwoorden nodig. Hoe ga ik die als een echt indexwoord laten opnemen? Je selecteert natuurlijk het woord dat je nodig hebt en je kiest je voor invoegen, inhoudsopgave en registers en je kiest voor item. Je krijgt dan het woord al ingevuld, item, en het enige wat je dan nog hoeft te doen is te drukken op invoegen. En dan kan je eigenlijk dit vakje sluiten. Nu, je ziet dat het al een grijs geselecteerd is. We gaan er zo nog een aantal doen. Stel dat we ook het woord Albertkanaal nodig hebben. Wat is een snellere manier dan te gaan via invoegen, inhoudsopgave of inhoudsopgave en registers, item? Je kan ook de invoegen werkbalk laten zien. Dus via beeld, werkbalken. En dan de invoegen werkbalk, hier staat die. En helemaal rechts achteraan staat het knopje item. Als ik dit druk, dan zie je, dan krijg je net hetzelfde venster als we zojuist krijgen. Dus ik ga er een aantal toevoegen. Albertkanaal op deze pagina opklap ik. Natuurlijk wel vervelend dat dat juist een item is. Invoegen. Wat ik je ook kan laten zien, ik kan alleen dit venster ook laten staan. En dan een aantal woorden selecteren. We zullen hier nog wat namen van landschapsschilders gaan selecteren. Invoegen. Deze zullen we ook doen. Ik heb gewoon een aantal trefwoorden nodig. Hier. Dat dient natuurlijk om een fatsoenlijke trefwoordenlijst te gaan krijgen van achter. Even kijken, wat gaan we nog doen? Hasselt. Nee, autoconstructeur willen we er nog bij. Ook iets van het volgende blad nog, bijvoorbeeld secundair invoegen. Eens kijken wat we nog op deze pagina's hebben staan. Bouwprojecten is ook zo'n woord dat erbij kan. Daktuinen. Jeugdhuis. En zo. Francistown kan er ook bij. Eens even kijken of we nog iets op ons laatste blad kunnen selecteren. Waterschijf bijvoorbeeld. Invoegen. Tweede Wereldoorlog. Invoegen. En iets lager misschien nog iets. Pregelsport. En Kolderbos bijvoorbeeld. En nu ga ik sluiten. Nu heb ik een aantal woorden opgenomen in de index. Je ziet dat ook als je met de muis erop gaat staan. Trefwoordenregister, Tweede Wereldoorlog. Dus nu wil ik zo'n trefwoordregister toe gaan voegen. Dus ik ga dat op het laatste blad laten staan. Dus ik druk op de Ctrl-Enter toets om een nieuw pagina te beginnen. Om het pagina-einde in te voegen. En dan kies ik voor invoegen, inhoudsopgave en registers, inhoudsopgave en registers. En dan kies ik niet een gewone inhoudsopgave, maar kies ik ditmaal voor het trefwoordenregister. Je gaat zien dat hij al een aantal stukjes probeert op te bouwen. Als ik hier al eens op OK zou drukken, dan ga je zien hoe dat zo'n trefwoordenregister eruit ziet. Je ziet de woorden die alfabetisch gesorteerd zijn. Ook hier kan je natuurlijk een mooiere opmaak van maken. Dat gaan we eens even doen. Wat doen we? Rechtermuisknop indexopgave bewerken. En dan kunnen we aan de slag. Je ziet hier combineren van identieke items staan. En ook dat zal ik je even laten zien, dan gaat dat eigenlijk wat sneller, dan hebben we dat ook gehad. Stel dat ik bijvoorbeeld, we gaan eens kijken, ik ben op zoek naar het woord winterslag, hier staat dat, stel dat ik dit woord wil opnemen in mijn indexopgave. Heel eenvoudig, invoegen, inhoudsopgave en register item. Maar stel dat ik zeg, ik wil in mijn index van achter kunnen zien op welke pagina dat winterslag staat, maar op iedere pagina. Zou ik te zien moeten hebben. Dan kan je hier drukken op alle overeenkomstige teksten toepassen. Als ik hier ook nog hoofditem zou aanduiden, dan zou hij in het vet verschijnen in het trefwoordregister op de laatste pagina. Maar ik ga het zo eventjes laten staan op alle overeenkomstige teksten toepassen. Ik doe invoegen, sluiten en je gaat misschien zien als we nog eens ergens winterslag vinden. Daar, voilà. Dus je ziet, hij heeft automatisch dit stukje ook aangeduid. En hier opnieuw winterslag en winterslag. Dus hij gaat op verschillende pagina's teruggevonden worden.
We gaan dat ook eens controleren, rechtermuisknop en de inhoudsopgave bijwerken. En dan krijg je deze cryptische omschrijving. Er zijn volgens mij 3 pagina's gevonden waarin dat winterslag terugkomt. Nu, dit is geen duidelijke opmaak, dus we gaan dat aanpassen. Rechtermuisknop, inhoudsopgave of indexopgave aanpassen. En je zou kunnen zeggen, het combineren van identieke items wil ik uitzetten. Als je nu op OK drukt, ga je zien, alles waar dat die winterslag op vindt, en je ziet het hier, dat gaat hij allemaal opsplitsen. Nu, dat is nog niet heel mooi. Wat was mooier geweest als hij zei, ik zie winterslag op pagina 3, 5 en 6. Ook dat kan je aanduiden, rechtermuisknop, indexopgave bewerken, en je kiest combineren van identieke items, maar je zet dit tweede vinkje uit. Combineren met EV. Wat dat we in één weg ook kunnen doen, de items automatisch met een hoofdletter laten verschijnen, omdat je hier gaat zien, sommige woorden komen midden uit een zin en hebben dan geen hoofdletter. Ook dat kunnen we dan aanpassen. Ik druk op OK en je gaat zien dat alles bijgewerkt is. Waar staat het woord winterslag? Op pagina 3, 5 en 6. Dus nu gaan we gewoon de inhoudsopgave nog wat verfraaien. Dit ken je ondertussen wel. Ik ga hem in kolommen plaatsen. Ik wil het verdelen over 3 kolommen. Daar moet uiteraard voldoende witruimte tussen zitten. We gaan er een scheidingslijn tussen plaatsen die de hoogte mag hebben van 100%. 25 punt breedte, dat is prima. Ik druk eens op OK om te kijken welk effect dat dit geeft. Dit komt al erg mooi over. Nog eens kijken wat dat we nu kunnen bewerken. Je zou een opmaakprofiel kunnen gaan bewerken. Dus ik zie dat niveau 1 index 1 opmaakprofiel heeft. Dus dit is dit opmaakprofiel. Ook dat kon ik bewerken. Dat weten we ondertussen. We kiezen eens een ander lettertype. We maken het eens een beetje groter. Gewoon om te laten zien dat dat allemaal heel snel kan bijgewerkt worden. En je ziet het al. Het wordt groter gemaakt. Wat je nog kan doen, is een scheidingsletter gaan toevoegen. Dat ga ik ook doen. Index, opgave, bewerken. Dat doen we. Kolommen hebben we gehad. De opmaakprofielen hebben we gehad. Wat hebben we nog niet gedaan? Items. Je kan hier gaan zeggen, items gaan alfabetisch met een scheidingsteken van elkaar afscheiden. Alle A-lettertjes, alle woorden die beginnen met een A, alle woorden die beginnen met een B enzovoort. Ik druk op OK en je gaat zien, A heeft 2 waarden, ook F van Francistown en François Roffiaan. Net hetzelfde als bij de letter W, daar heb je Waterschei, Willemimbers en Winterslag. Dus nu staat alles nog een beetje te fel op elkaar, te druk op elkaar. Dus we gaan bij die scheidingsletter nog wat spaciering van boven plaatsen. Misschien ook een iets groter lettertype, zodat het wat duidelijker wordt. Dus ik ga het profiel hiervan aanpassen. Dus dat doe ik zo, dat weet je ondertussen. Ik zet de profielen aan. Ik zie dat het bij het index scheidingsteken staat. Dat klopt. Rechtermuisknop wijzigen. We gaan het gewoon wat duidelijker maken door het vet en cursief te plaatsen. Cursief is niet zo mooi in dit lettertype blijkbaar. Dus we plaatsen hem, maken hem wat groter. 15 punt groter, dat gaan we al eens toepassen. Dat ziet er al prima uit. Misschien nog een beetje spaciering tussen autoconstructeur en de letter B. Dus we gaan de afstanden vergroten. Boven de alinea gaan we de afstand vergroten. We zullen eens kijken wat een halve centimeter geeft. Voilà. Dit geeft me al een zeer mooi beeld op een alfabetische trefwoordenlijst. Dus je weet uiteraard dat je de titel daar ook van kon wijzigen. Dat heb ik nu niet gedaan. Trefwoordenlijst bijvoorbeeld. Een dubbelpunt. Oké, en je gaat zien dat dat bovenaan aangepast is.